Meer vrouwelijke ondernemers kiezen ervoor om trainingen te volgen voor de verbetering van de productiekwaliteit van hun bedrijf, zegt Orpa Jackson, managing director van Jackson Environmental and Chemical Consultancy, in een gesprek met de nieuwsdienst. De wetenschapper merkt op dat aanzienlijk minder mannen in de productiesector trainingen volgen om hun productieskills te verfijnen. Zo, vrouwen zijn heel creatief. Men zegt het vaker, uit niks kan vrouw iets maken, iets positief heel vaak. En we hebben gezien dat met hun minimale grondstoffen, minimale middelen, kunnen ze iets aantrekkelijk maken. Alleen weten ze niet altijd hoe ze dat moeten doen, hoe goed ze dat moeten doen. En daarom nemen ze ook vaker het initiatief om zichzelf te scholen, om bij ons te komen. Maar onze grootste klantengroepen zijn vrouwen. Jackson geeft verder aan dat kleine en middenklasse ondernemers zich ook meer moeten gaan richten op eigen productie van grondstoffen die ze gebruiken om producten te vervaardigen. Zelf planten zodat u dan een deel van de kosten van inkoop kan verminderen. Dat is één. Maar natuurlijk ook partnerschappen aangaan met strategische landbouwers of strategische bedrijven. Als het planten nog niet lukt, is het altijd goed om te kijken met wie u kunt partneren. Betrouwbare mensen natuurlijk. Om dan zodoende jouw grondstoffen ook kan de inkoop van je grondstoffen kan garanderen. Yes. Dus partneren, samenwerken als het nodig is. En natuurlijk ook ervoor zorgen dat u dan een goed team hebt. Een goed team met de juiste competentie. Want dat kan u sowieso ook helpen om uw diensten en uw producten beter te leveren en beter te bieden aan uw klanten. Volgens Jackson mag er vanuit de zijde van de overheid meer aandacht besteed worden aan de productiesector. Er ligt behoorlijk veel potentie in deze branche. Het volledige interview met Orpa Jackson ziet u ook morgen in ons programma In Gesprek Met om 8 uur 's avonds op 12.1.